Welkom dames en heren, ik ben weer een nieuwe career mode, een video van mij. Ik zou vanavond livestreamen, maar dat ga ik niet doen. Want natuurlijk voetbal. En dan wordt het laat en ik moet morgen ook op tijd op. Want ik moet morgen alweer 6 uur op. Meeste familie waarschijnlijk niet, iets later. Maar in ieder geval, dat wordt waarschijnlijk ergens halverwege de week. Mijn weekend begint namelijk al na dinsdagmiddag, dus dat komt redelijk goed. Maar jullie zien op je career mode, jullie zien op je career mode, jullie zien op je scherm. Zien jullie natuurlijk al die transfers die er gewoon gebeuren. Het zijn er onwijs veel. Je ziet daar vooral contract offer accepted. Thomas Kalas heb ik gereld voor Bruno. Dat zorgt vooral voor nog wat ruimte bij de salarissen. Mocht ik nog eventueel iemand willen huren of jeugdspelers. Dus dat zal wel goed komen. Maar de eerste wedstrijd van het seizoen is thuis tegen Real Sociedad. En ik kan zeggen dat nu hier in de BBVA is het zoveel lastiger nog. Het is echt een hele andere ervaring gewoon. En ik weet niet waar dat door komt. Ik weet ook niet, ik kan het niet echt verklaren, maar het is gewoon, het is zoveel leuker dat wel. Het is gewoon echt een uitdaging die wedstrijd gewoon. Het is ook nog een beetje de plek vinden, bijvoorbeeld de Guzman en Sergio Roberto hebben beide medium work rate. En ik vind dat niet heel chill als CDM, zeg maar voor eentje wel, maar niet voor twee. Dus ik twijfel of ik de Guzman definitief naar CDM zal verplaatsen. Of dat ik hem toch als CDM hou, of misschien op de flank, ja, dat zie ik eigenlijk niet echt zitten. Maar dat is wel een optie met hem. Maar goed, dat weet ik dus nog niet zeker. Ik weet ook nog niet zeker hoe ik mijn flanken ga posteren. Of ik daar mijn jeugdspelers ga houden of dat TV. Want die kan ook links mid spelen daar gaan zetten. Dus dat is allemaal nog een beetje twijfel. Maar dit was echt een schandalig slechte wedstrijd. Mijn excuses daarvoor. Maar het was gewoon verre van goed. Ik raakte maar één keer de paal met Bruno Mendes. Ik had gehoopt dat hij erin ging, maar dat mocht niet zo zijn. Ik kreeg wederom een aanbod van een nationaal team. Dit keer van Bolivia. En ik ken geen één van hun spelers. Dus ik ga er niet eens op in. Maar goed, de volgende wedstrijd is uit bij Deportivo La Coruña. Dat kan een wat heel lastige wedstrijd worden, want ze hebben toch zeker wel degelijke spelers. Ze hebben ook nog steeds Valeron, die ik altijd al heel goed gevonden heb, sinds FIFA 05 al. Daar was hij 90 rated. En daar zit hij gewoon nog steeds in. Dat is gewoon credit voor zo'n speler. Want toen was hij ook al 30 of zo. Maar goed, zoals je ziet, ik verander wat dingen aan mijn opstelling. Ik zet TV als links mid. Ik laat dat andere spelers ook een opwachting maken. Je ziet daar Kaat de Guzman in deze wedstrijd CDM start en Miguel is dan een andere CDM. Want die heeft high defensive work rate, dus net als Bruno is dat. Maar we beginnen we doen het beter in deze wedstrijd dan de vorige. Je ziet hier Bruno Mendes heeft de bal. Die heeft hem goed af te geven aan de Guzman. De Guzman geeft hem dan door aan Miguel. Miguel gaat dan om zijn man en die geeft hem terug aan Sergio Roberto. Die geeft hem terug aan Bruno Mendes en die schiet hem uit de draai in de verre hoek. Net buiten het bereik van de keeper en zo scoorden wij in de 66e minuut ons eerste doelpunt van het seizoen. Ik wil hem trouwens ook alvast excuseren voor het feit dat deze aflevering niet heel lang is. Hij is net geen 5,5 minuut. Reden dat dat zo is, ik heb natuurlijk de hele tijd voetbal zitten kijken op net de huldiging van Ajax. Ajax is kampioen voor de 32e keer, wel verdiend. Elke kampioen is verdiend. Als je kampioen bent geworden, ben je beter geweest dan de rest. PSV heeft wel 100 doelpunten gemaakt tot nu toe al, wat echt ongelooflijk veel respect verdient. Omdat 100 doelpunten maken is natuurlijk, dat is veel. Dat is gewoon echt, wow. Maar goed, gaan we even over door, want ik kan heel wat doen over voetbal. Maar goed, misschien dat ik dat wel een keertje doe als er grote wedstrijden zijn. Dat ik dan dat ik FIFA zeg maar laat simuleren. En dat ik dan een voorspelling of zo geef. Dat doet MJ ook wel over het Engels en dat lijkt me wel grappig. Dus als mensen dat willen, laat me dat vooral weten. En dan zien jullie, zal ik even toelichten wat jullie op het scherm zien. Want Transfer Deadline Day is voor mij met zulke soort clubs gewoon heel hinderlijk. Ik kan niet veel kopen. Het enige wat ik deed is een overbodige 33-jarige linksmid verkopen. Camunias en voor de rest, ja, het is niet de moeite waard. Maar ik dacht om het er nou helemaal uit te halen, is ook gelijk wat anders. Voordeel van mij is wel dat Özil weg is bij Real Madrid. Dat zal schelen, want ik moet in de eerste wedstrijd van de volgende aflevering tegen hen... daar kun je zeker naar uitkijken. Dat zal zeker een zware test voor mij worden. Maar nu moet ik eerst nog tegen Mallorca. Mallorca staat vierde na twee wedstrijden. Dus die zullen oftewel 4 punten of 6 punten uit 2 wedstrijden gepakt hebben. En dat is natuurlijk erg goed van hen. Maar ik deed het nog redelijk goed tegen. Ik scoor zelfs in de eerste helft hier zo. De bal gaat snel goed rond. Hij eindigt bij Cosenza. En Cosenza weet er dan 1-0 van te maken. Een soort voetrood-down momentje daar, want hij werd compleet in het doel geworpen. Maar ik sta wel 1-0 voor na 42 minuten spelen. En Cosenza die is nu al, ik geloof, 3,3 miljoen pond waard. Wat neerkomt op zo'n 5 miljoen euro. En dat is natuurlijk ongelooflijk veel. Dat is echt heel lijp. Maar deze wedstrijd eindigde ook in 1-0. Excuses daarvoor dat er niet veel highlights zijn. Het is nog niet al te makkelijk met dit team. Het komt er wel aan, dat kan ik al wel garanderen in ieder geval.
En wat ik nu gewoon ingelaten is een squad report. Je kan zelf even pauzeren als je dat nodig vindt. Maar ook gewoon laten zien hoe snel sommige spelers groeien. Sumoro al met 4. En Bayo ook al met 2. En het is gewoon zo'n goed team dit. Echt, er zit geen maat in dit team. En ik kan gewoon alleen maar ben benieuwd hoe ver ik aan het eind van het seizoen met dit team ben. Ik hoop dat jullie er allemaal bij zijn om dat te kijken. Dit was het eind van deze aflevering. Als jullie genoten, drop dan van een like. Abonneer op als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie allemaal morgen weer. Doei!